Criminaliteit, een probleem. We kennen twee soorten criminaliteit wanneer we criminaliteit indelen. De eerste is zware criminaliteit. Zware criminaliteit zijn delicten zoals moord, inbraak, verkrachting, overval, de verkoop van harddrugs en georganiseerde misdaad. De tweede is veel voorkomende criminaliteit, soms ook wel kleine criminaliteit genoemd. Bij veel voorkomende criminaliteit moet je denken aan winkeldiefstal, vernielingen, zinloos geweld, graffiti en door rood rijden. Wat is nu het verschil tussen een misdrijf en een overtreding? Als je kijkt naar een misdrijf, dan kun je voor een misdrijf een gevangenisstraf krijgen. Ook een poging tot een misdrijf en medeplichtigheid aan een misdrijf zijn strafbaar in Nederland. Wanneer je een misdrijf pleegt, krijg je een strafblad. Bij een overtreding zit je de vrijheidsstraf eventueel uit in een huis van bewaring, dus niet in de gevangenis. Je kunt maximaal 1 jaar vrijheidsstraf krijgen voor een overtreding. En bij een overtreding krijg je ook geen strafblad. Materiële gevolgen van criminaliteit. Materiële gevolgen is eigenlijk alles wat je in geld uit kunt drukken. Een materieel gevolg van criminaliteit is dat de belasting omhoog gaat. De overheid maakt kosten voor het bestrijden van criminaliteit. Dat moet weer betaald worden en daarvoor zijn ze dus meer belastinggeld nodig. Daarnaast moet de overheid ook maatregelen nemen, maar ook burgers en bedrijven nemen maatregelen. Als je bijvoorbeeld een beveiligingsinstallatie laat installeren thuis, kost je dat geld. Ook veel instanties moeten gebruik gaan maken van particuliere beveiliging. Denk maar eens aan de beveiliging op Schiphol. Dit kost weer extra geld wat weer doorberekend wordt aan de klant. En producten worden duurder. Als je bijvoorbeeld bij een drogisterij kijkt, dan wordt er veel deodorant gestolen. Om te zorgen dat ze geen grote verliezen maakt, worden de gestolen deodorantflesjes doorberekend in de flesjes die wel worden betaald. Wat die flesjes dus weer duurder maakt. Naast materiële gevolgen, dus alles wat in geld was uit te drukken, heb je ook immateriële gevolgen. Deze liggen meer op het geestelijke vlak. Zo kun je beperking van bewegingsvrijheid ervaren. Als je bijvoorbeeld een keer wordt overvallen in een park en je durft daarna niet meer een park door, dan word je beperkt in je bewegingsvrijheid. Je kunt er een trauma aan overhouden. Bepaalde angsten. Er bestaat het gevaar voor eigenrichting. Eigenrichting betekent dat je zelf voor rechter gaat spelen. Dus dat je zelf de dader gaat straffen. Dit is in Nederland verboden. Er is kans op normvervaging. Dus wat is nu goed en wat is nu fout? En er kan verlies van vertrouwen in politici optreden. De burgers hebben er dan geen vertrouwen meer in dat de politiek met de oplossing voor het probleem kan komen. Die politieke oplossingen zijn verdeeld naar politieke stroming. Als we kijken naar links en rechts, kiest links voor de oplossing van preventie. Preventie, daarbij gaat het om het voorkomen van criminaliteit. Rechts kiest meer een repressieve aanpak. Dus ze gaan achteraf criminaliteit hard straffen en ze hopen dat dat soms signaal geeft dat daders het niet weer gaan doen. Die preventieve maatregelen van links zijn bijvoorbeeld beter onderwijs en meer banen. En bij rechts, zoals al eerder gezegd, moet je vooral denken aan strengere straffen.